Pas als je weet hebt van oorlog, kun je de waarde van vrijheid begrijpen. Dat zei commissaris van de Koning Lynn Verbeek bij de presentatie van het boekje Niets was normaal, alles was anders. In dat boekje staan de herinneringen van 15 mensen die de Tweede Wereldoorlog als kind hebben meegemaakt. Auteur Riek Zwart-Gerlofsma interviewde die kinderen van toen en bracht hun verhalen samen. Mensen die in hun jeugd in Den Haag woonden, in Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook in Drenthe en in Friesland. En als je dan een verhaal hoort van het platteland of een verhaal uit een stad als Amsterdam waar ze honger kenden en zo. Dat zijn totaal verschillende verhalen en dat maakt het heel erg interessant. Geen verhalen over veldslagen en militaire successen, maar de herinneringen van gewone mensen, ooggetuigen over het leven van alle dag. Die herinneringen van die kinderen van toen zijn verzameld voor de kinderen van nu. Om het door te vertellen, door te dragen aan de kinderen, dat ze weten wat oorlog is, dat ze weten wat vrijheid is. Geert Loosman is een van die ooggetuigen. Hij vertelt over zijn jeugd op Urk. Het dorp lag op de route van bommenwerpers van en naar Duitsland. Veel vliegtuigen crashten in het IJsselmeer. We leefden met vissers mee die door de vliegeniers uit het IJsselmeer opvisten. Of piloten die we vonden in vliegtuigen die gecrashed waren in de Noord-Oostpolder. Daar leefde je gewoon met al die verhalen leefde je mee. Vliegeniers die begraven werden bij ons op een kleine kerkhof. Dit was eervol. Niets was normaal, alles was anders, wordt op 28 oktober uitgedeeld op de scholen in de gemeente Noord-Oostpolder en op Urk.